Is dit dan de gedroomde uitkomst, als u dit zo ziet? Ja, absoluut. Het was echt een historisch moment gisteravond en vandaag. Omdat we toen de beelden echt te zien kregen. Zelfs omdat het feit dat ik 25 jaar betrokken was bij het project... had ik ook nog eigenlijk tot voor heel veel kort geen enkel beeld gezien. Dus het werd goed geheim gehouden. En dan kijk je ernaar en kijk je ernaar en denk je... Oh, en denk het dan is allemaal goed gegaan. Had nog wel wat scherper gemogen? Nou, nee. Gelukkig was het zelfs ietsje scherper dan we hadden gehoopt. Oh, wat goed. Nou, professor Ike, misschien kunt u ons een beetje meenemen. Want wij zien vooral esthetisch een heel mooi plaatje natuurlijk. Ja. En we kijken terug in de tijd, 13 miljard jaar geleden. Daar komt dit licht vandaan. Wat ziet u hierin als u hier naar kijkt? Om te beginnen, die comma-vormige sliertjes daar. Comma-vormige sliertjes? Ja, u ziet dat bijvoorbeeld daar rechtsboven zie je zo'n heldere vlek. Dat is een sterrenstelsel. Daarboven zie je of die een petje op heeft. Ja. Oh, ja. Nou, dat ding dat heeft niet die vorm, dat lijkt maar zo. Omdat dat vlekje van dat sterrenstelsel daaronder, dat witte vlekje, dat kromt de ruimte. Okay. En die ruimte is krom. Het licht van de diepe heelal komt naar je toe. Hier is dat sterrenstelsel. Hè? En daar bent u. U bent de James Webb Sterrentelescoop. Ik ben dat sterrenstelsel. Dat licht van mij gaat langs dat sterrenstelsel. Dat gaat door een kromme ruimte. Ja. En u in uw telescoop ziet dan dat vervormde beeld. En wat betekent dat, die kromme ruimte? Dat is een gravitatielenseffect. En die kromme ruimte, die zie je dus nu. Als je dit plaatje ziet... En je kijkt ernaar met de ogen van een astrofysicus, dan zie je de kromming van de ruimte. Je denkt, ruimte is recht toe, recht aan, recht aan. Ja. Maar het is niet zo. Ruimte is krom. Omdat de ruimte rondom de zon krom is, zijn planeetbanen gekromd. Omdat de ruimte daar gekromd is, zijn de paden van het licht gekromd. Ja. En vandaar zie je al die gekke sliertjes. Dat is het allereerste wat opvalt. Echt fantastisch. En